En leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog. Ik sta voor de Gold Rush en het is inmiddels dinsdag. En ik had problemen met mijn kaartje. Mijn kaartje deed het niet. Ik was mijn kaartje vergeten. Had ik een ander kaartje, die deed het weer niet. Maar ik kan eindelijk filmen. En dan gaan we weer door de stoet met kinderen heen. Mijn kaart deed het niet. Mijn kaart deed het niet. Mijn kaart was kapot. Ja, lekker. Kijk nou, gaat hij een bami-schijf halen? Nee joh, geen bami-schijf joh. Lekkere frikandel, dat is veel lekkerder. Ja, maar ik heb geen 1,90. Wel 2 euro. Dan heb je wel 2 euro. Kijk, maar heb je nog 1,90 voor me? Ik ga even een frikandelletje halen. Ja. Heb je een frikandelletje voor me? 1,90 voor me, voor een frikandelletje. Ga ik even een frikandelletje halen. 2 euro dan niet. Dat is wel 2 euro. Meer dan geld, wel allemaal. Ja, maar dat was ook 2 euro. Dat was ook geen volledige... 1,90? 1,90. Gaan we eens even lekker frikandelletje halen. Nee, alleen 2 euro. Nee. Kan niet wisselen. Zo, gaan we eens even lekker frikandelletje halen. Ik trek de frikandel. Oh, Benji gaat helemaal los. Benji gaat helemaal los. We gaan eens even een frikandelletje trekken, jongens. 20 cent. 40 cent. Dat is 1,40. En dan vind ik, kijk. Dan vind ik die er lekker uitzien. Die ziet er lekker uit. Die neem ik lekker die. Zo. Hoppa. En pats. Dicht met dat ding. Zo. En dan gaan we het even. Frikandelletje uit de automaat. Lekker frikandelletje uit de automaat. Ik vind dat altijd lekker. Ja, bam, schrijf je nog lekkerder. Nee, ik vind het wel lekkerder. A-kwaliteit. A-kwaliteit, bam, schrijf je. A-kwaliteit, bam, schrijf je. A-kwaliteit. Eet smakelijk. Ja, dat ziet er leuk uit, Marco. Ik heb een lekker frikandeltje, vind ik vol lekkerder. Ik moet je op pop nog aanleggen. Oh, oké. Ik ben vanmorgen naar de Jumbo geweest, zag ik aan de voorkant. Hij is die banden aan het zetten, dan gaan ze een nieuwe spot. Oh, ze gaan een nieuw pad aanleggen. Ja. En dat is waar die oude huisjes gestaan hebben. Oké. Okay. Ja, ze zijn een nieuw pad aan het aanleggen. Bij, waar vroeger de huisjes stonden. Even kijken. Als kind maar wat te doen heb, hè? Als kind maar wat te doen heb. Morgen. Ja, ik was ze zorgen lopen voorbij. Zeg goedemorgen. Goedemorgen. En je bedacht hoor. Jij ook gelijk goedemorgen. Ja, zo ben ik wel. Je weet hoe ik ben. Als ze erom vraagt, dan kan ik er wachten. Ja, dat is raar dat er zo recht vooruit. Recht vooruit, recht door zee. Ja, misschien is ze nog niet wakker. Heb ze geen veer vandaag om te werken. Ja, ze kan een veer in de reet krijgen. Ja. Ik heb een mooi uitzicht op de Gold Rush. En dat is de Music Hall. De kabelbaan is ook al open. En het reuzenrad was er net al open. Nou, goed zicht op de Main Street. En daar gaat de Gold Rush. Oh. Thank you.
dat wordt koppig. Zo, en nou, het is nu inmiddels alweer avond. Ik ben niet vandaag veel in het park geweest. Een beetje uitgerust, even een rustdagje tussendoor, dus niet veel gefilmd. We lopen weer de Main Street over, hè. En ze zijn bezig bij de huisjes, of waar de huisjes gestaan hebben. Bouwupdate. Kijk, ze zijn druk bezig. Ze zijn voor mijn nieuw pad aan het aanleggen, weet ik veel waar. Dat zijn mijn zwager. Die was hier vanmorgen langsgelopen. Toen was ze met een pad bezig. Stond gisteren ook wel een graafmachine. Maar dit is dus momenteel waar ze allemaal mee bezig zijn. In het stuk waar dus vroeger de huisjes stonden. Deze poort liep je vroeger door, altijd doorheen. Kon je deze poort. En die is dus nu gesloten. Met mijn bekende Peukie. En we lopen even door de Main Street heen. We gaan even door de Main Street heen lopen. En dan gaan we even kijken. Zullen we nog wat leuks kunnen filmen. Oeh, ah. Ah. Oeh, ah. Tiet, 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 tiet. Ja. Dat vind ik altijd geweldig, altijd van Slagharen, dat je zo lekker... Hè, dat je net in het Wilde Westen loopt hier nou. We hebben even een paar foto's er net even gemaakt. Vond ik ook wel leuk. Even een paar foto's even gemaakt. En nou, hoor je mijn zus. Helemaal enthousiast. Nu weer Rosie's Penny Arcade. Nou, alles is alweer dicht natuurlijk. Candy Fiesta. En ja. Hier heb je het reuzenrad. Er komt er alweer een hele donkere wolk ook aan. Het reuzenrad. En daar een hele donkere wolk. Dus ik denk dat het niet te lang droog blijft. Hier nog die winkel waar je de kentekenplaten kan laten maken. En de Sheriff Office Country Court Your House. Wat een restaurant is, maar die is dicht. Sluis Puppy Factory. En de El Theater met deze film. Is echt leuk, ik heb hem gisteren gezien. Roadrunner en de Coyote. Hij is echt leuk. Hij is echt grappig, die film. De laatste show start vanaf 4:30. Looney Tunes 4D. Reuzenrad. Los Sombreros. Thank you.
Kijk, daar staat nog wel zo'n grillbordje van de oude huisjes. 201, 223, 224 tot 263. Ieder holla op. En de Big Jake Dinnerhuis. Die dus de rest van de vakantie geen euro meer aan mag gaan verdienen. De hele week lopen we al met de hond binnen. En vandaag hadden we een zagrijnige. En die zei van, je mag de hond niet mee naar binnen nemen. Mooi, toen hebben we de cola hebben we teruggezet. Of teruggegooid. En dan verdien je ook geen 1 euro meer aan me. Als het op zo'n manier moet. Maar helaas heb je dat in elk park. Elk park heeft zijn klote personeel. En dat was dus van ons. Vanmorgen, vanmiddag. Zo, we gaan nou weer terug naar de huisjes. En dan ga ik hem weer even neerleggen. En dan pak ik de rest van morgen plak ik weer achter deze video aan. Omdat ik nou niet echt veel gefilmd heb. Dus ik ga het hem neerleggen. En dan spreek ik jullie allemaal zo weer. En dan is het de volgende dag. Zo, en het is de andere dag. En nu zitten we in het... En ik het koud. Een trui met een trui eroverheen is wel lekker, maar als je in het reuzenrad zit, is het wel behoorlijk koud. Nou, even kijken, jongens. Fantastisch. Kijk, dat is wel mooi. Ik moet de trui aan naar die boer. Ik denk, nou, laat die maar even doen. Even een stukje filmen. Kijk eens hoe mooi. Deze ook, die heb ik ook heel lang niet meer gedragen. Want die kap was ook kapot. Al die gekleurde huisjes allemaal hier in de verte. Kijk, blauw en wit. Ja, die kap was ook. Je hebt ook alleen maar blauwe huisjes, joh. Die zijn helemaal blauw. Een heleboel. Dat is ook weer toevallig. Ja, dat zeg ik. Het giet. Zei je ze net tegen, we liepen net het huisje binnen. Ja. Ik zeg, voel maar, gaat maar in. Ja, dan geef je vanmiddag flinke buik. Ah ja, we zien wel. Want ik had... Olé, daar gaan we weer. Dan kunnen we weer eens gaan lopen, dan ben je even in beweging. Kijk, daar heb je Jan. Jan. Ja, daar liep Jan. Oh, dat loopt daar weer. Allee. Ik dacht als we het kotrus, het kotrus. Nou ja, ik wil nog een kijkje naar de regen gaan. Wat heb je wat ook gedaan? Dan moet je even het handje omdoen. Wat die van de skis zei. Ja, mijn vraag hebben we een soort. Wat zei je nou? Wat heb je vroeger dan? Als je het ziet. Is het niet in bed zijn? Ja. Ik zei nou, volgens mij, ik zei, zit er nergens in. Dan zal het nieuwe wezen. Zelfs waren wij vorige week, waren wij daar nog even gaan kijken. En toen was het weer voorbij. Nou, dat was even een ritje in het reuzenrad. Daarvoor draai ik ook altijd. Dan gaat de wolk aan de kant. Ja.
dank je wel. Het begon echt te regenen, hè? Een druppels. Nog een buisje. Ja, maar je had ze weg moeten duwen, dan hadden we zon gehad. Zo. Hé, ah. Hey, lekker te schommelen, maar. Oh. Oké, okay, bedankt. Fijne dag. Dag. Zo, en dat was even het reuzenrad. Hop, even de potjes door. Zo, de potjes door. Oh, kijk, bouwupdate. Zie je, zijn al die zijn aan het graven momenteel. Zie je, zijn lekker bezig. Allemaal leidingen allemaal. De hele leiding is uit. Ja, het zijn allemaal leidingen van de huisjes. Zijn ze allemaal het opgraven. Dus dat is ook weer bezig. Zijn ze ook lekker mee bezig. En gaan we even kijken waar Jan is. Zo, en dan zijn we weer. En ik weet niet, volgens mij was er eentje in de war. Ik hoorde ineens iemand roepen papier hier. Maar voor mij is dat een ander park. Maar voor mij zijn ze een beetje in de war. Nou, we zijn weer in Adventureland. En dit is ook zo misselijk, maken het apparaat dit. Oh, verschrikkelijk. Er zijn nog mensen in die er nog in gaan ook. Jezus, ik zou kotsmisselijk worden. Dat is toch helemaal niks. Dat is toch helemaal niks, dat apparaat, jongens. Moet je kijken, Jezus Christus. Als je daarin gaat, nou, veel plezier, maar ik niet. Hier weer Filius Funhouse. Oh, er valt wat. Alsjeblieft. Dus ik zal eens even mijn pookie even eraan. Ik had nog een pookie voor mijn camera. Ja, die heb ik ook nog. Ja, gisteren niet veel gefilmd. En ik denk, nou, ik ga toch maar weer even het park in, hè. Even kijken, hè. Dan moet je kijken wat een misselijk maakt het apparaat, zeg. Dat je daarin durft, zeg. Oh, 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 oh. Dan moet je toch gek als een deur zijn, hè? Maar krijg je er met geen 100 paarden in? Als we zo horen piepen en kraken al helemaal niet. Ja, en als we hem zo horen piepen en kraken helemaal niet. Even wachten, een foto. Cheers! Cheers! Lachen! Even een fotootje. Even een fotootje erbij. Dus en hier hebben we weer de Rips of Fall. Nou, ik denk dat mijn moeder er niet in durft, want moeder is er toen één keer in geweest toen mijn vader nog leefde. Gingen mijn vader en moeder erin voor een actiefoto. Nou, die actiefoto die was toen mislukt. En ook hun gaan er weer wel in. Nou, de actiefoto mislukt. Dus ze denken, nou, dan ga ik er nog een keer in. Om wel een goede actiefoto te maken. En wat gebeurde er toen? Toen bleef hij daar ongeveer hangen bij de helling. En sindsdien durft moeder niet meer in. Moeder durft er niet meer in. Die gaat er met 40 paarden meer in. Zo, daar word je ook wel weer lekker nat van, hoor. Hey. Dus, ja. Sindsdien gaat ze er niet meer in. Nou, we gaan even kijken. Dan gaan we maar weer even op de zus wachten tot ze eruit komt. Hier is mijn treinachtbaantje. Dat was vroeger dus de kever. Dat heb ik al een keer verteld. Dan gaan we eens even kijken, jongens. Ga maar even op zus wachten tot ze erin gaat. Dat gaat zo, hè? Wacht voor de camera! Wacht op de camera! Lach op de camera! Dat gaat zo, hè? Omhoog! Hoppa!
Rudy, daar heb je de cowboy. Hij hoort het niet. Kijk, daar heb je hem ook weer. Daar heb je hem weer. Hey! Het is nou een ander volgens mij. Het is volgens mij nou een ander. Voor mij is het niet dezelfde die van de week stond. Nou, dan gaan we even lekker wat smikkelen en smullen. Ik denk dat ik eens even lekker een frikandel eruit ga trekken. Hé, wat vind je ervan? Ja, trek je helemaal even frikandel. Ik trek wel even aan mijn frikandel. Trek ik wel even aan mijn frikandel, dan neem Jan neemt weer een baan, joppie. Ja, we gaan even lekker wat eten, het is alweer middag. Dus ja, daar hebben ze de snackies. Daar hebben ze de snackies. Dus ik ga eens even lekker wat een hapje even lekker een hapje eten. Zo, ik zal je eens even kapot schieten. Zo, en we staan voor de Goldrush eventjes. Eventjes vanaf hier ook, is misschien wel leuk om even te filmen. Dit is de Goldrush. We gaan even wachten tot het karretje komt. Misschien wel even leuk om even te filmen. De Goldrush, de Goldrush. Wat een aardig baantje is het. Eerst gaat hij naar voren. En dan komt hij dadelijk naar achteren. Jullie weten het. En dat was hem. Dat was de Goldrush. Wat een aardig parcoursje nog hoor. Wat een aardig parcoursje. Dat was de Goldrush. Die is ook wel leuk, die baaskuts. Kan je van die hele grote roofies kan je daar winnen. Hier is nog wat voor Kevin. Coca-Cola. Kijk. Die is wel leuk, basketbal. Allemaal van die grote rondjes kan je allemaal winnen. Nog Super Mario's. Hier heb je nog zo'n reward foto. Kan je laten maken. €3. Kun je nog zo'n foto laten maken. Dat is ook wel leuk. En dan zijn we weer bij de Main Street. Zo, en ik heb even een rondje Main Street gedaan, of een wandelingetje Main Street gedaan. Die video zien jullie niet in deze vlog, maar die heb ik speciaal gemaakt voor een beetje een parkoverzicht. Ik ga nog een parkoverzicht maken met een leuk muziekje eronder. Vond ik wel leuk. Dus ik heb even de Main Street even gefilmd daarvoor. Dus even kijken, oh, daar komen ze al aangelopen. Ik zie ze alweer. We zijn weer bij het Reuzenrad. En eens even kijken wat ze willen doen. We willen nog even naar de nieuwe huisjes even gaan kijken.
Waar gaan we heen? Zo, en we zitten weer in de paardjes smokkelen in de Holla Opla Hop. Dus we gaan weer even. Zo. Ah. Ik ben. Zo. Hoppa. Ik ben op kop, Sas. Ik ben eerder. Kijk maar, ik loop voor. Hoe minder proberen in te halen. Hey, ik moet maar proberen in te halen. Hoppa. En dan heb je Moe en Jan. Jan had vandaag geen zin. Hoppa, hoppa. Hoppla, hop. Ja, je hebt het toch niet ingehaald. Ik heb me niet inhalen. Hou me in. De paard is niet goed. Dat ook niet. Zoals ik heb een paard wat niet goed is. Kijk dan wat hij doet. Ah, hij was alweer afgelopen. Stom paard. Stom paard. Hoppa, ja. Nou daar gaan we weer. Dat was de paardjes weer. Hoppa. Zo. Daar waren de paardjes. Zo, en we zijn weer even aan het wandelen. Hier hebben we de... In dat apparaat weer. Ik weet even niet meer de naam. Weet dat ik nou ook weer? Dit hè? Ik weet helemaal niet meer hoe die heet. Ja, het ding wat omhoog gaat, zeg Moe. Nee, er staat er niks op. Er zit ook niemand in. Maar hij is gewoon dicht. Want het wordt wel steeds kouder. Het is echt steeds kouder aan het worden. Hier hebben we de El Dorito. Is ook weer open. Gisteren was die storing, of eergisteren. Nou doet hij het weer. En we gaan even naar Sjoe Adventureland. Dan gaan we even op de kabelbaan stappen. Ga ik ook nog even filmen. Kom niet in deze vlog, maar ga ik een aparte video van maken. Oh, hier hebben we de koffie. Hier stond de koffiedinges. Helemaal leeg. Heel de koffieapparaat is weg. Heel het koffieapparaat is foetsie. Hier de winkeltjes, Toy Bazaar. Dus staan we. Dit is ook wel leuk zo, met die gordijntjes zo. Maar is voor mij ook dicht, hè? Voor mij ook al dicht. Wat zit hier, joh? Oh, het staat helemaal leeg, joh. Ja, een of andere aparte zaal. Nee, dat is het. Ja, het is helemaal leeg. Het is helemaal verschoten in glas. Ja. Het gaat hard achteruit, ja. Ziet er niet echt netjes meer uit, nee. Helemaal verschoten. Zo, dan gaan we eens even op de kabelbaan. Gaan we even op de monorail wachten. Hier hebben we de kabelbaan. Kijk, hier hebben we de kabelbaan. En er, oh, maar daar staat hij al. Nou, dat wordt erin, hè? Hij staat er al. Zo, en we zijn net de World Western Adventure in geweest.
En we lopen nu weer langs de Gold Rush. Toen hebben we even 3 attracties gedaan. Nou, waar de Gold Rush voorbij rust. Daar gaat hij weer. Hoppaai, over de kop. En het station weer in. Zo, we gaan nu weer de Main Street op. Even. Wou je nog de reuzenrad in? Nee, hè? Veel te koud, hè? Misschien ga ik de Holle Hoppers nog wel even in. Wel leuk, hè? Ik vind ze erg leuk, die hondjes. Maar ja, joh. Die moet je echt goed raken. Daar maak je echt geen kans mee. Hallo. Mario's. En op de achtergrond de Gold Rush. Hoppakee. Hebben we al de slotjes weer. Die is ook al dicht op de hoekie. Ja. Echt heel weinig open. Zo. Hallo. Eentjes. Maar er is een hoop dicht, hoor, hé. Er is echt een hoop dicht. Reuzenrad. Zo, en dan gaan we even naar de winkels boodschappen doen en dan gaan we weer terug naar het huis zien. Dat heb ik wel weer gezien. Ja, gaat de monorail voorbij. Hoppa. Daar gaat de monorail. Los Sombreros. Blijf een gek gezicht, hè? Dat de ding zonder die attractie helemaal weg is. Blijft toch een raar gezicht. Nou, ik ga het weer even neerleggen. Doei!
Audi. 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 Zo, en we zijn er weer. Gaan we even een rondje doen of gaan we gelijk weg? We lopen nog even door het park, het is inmiddels avond. We hebben een nieuwe ingang nog steeds. En dan ga ik hem even afsluiten, dan kan ik hem dadelijk editen en gelijk online zetten. Ik heb nou eens een keertje alle video's gelijk geëdit. Zodat ik ze achter elkaar heel makkelijk kan plakken. Dus een stuk makkelijker. Nou, dan gaan we even. Ga ik hier even lekker op de. Op de muurtje klimmen. En dan zeg ik tegen jullie allemaal de groetjes van deze kant. Doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op InterTrex. Druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan zeg ik de groetjes van deze kant. Nee, ik ben mijn tanden aan het poetsen. Ja, stomme vraag, stomme antwoord. Ik heb ook sommige mensen bij, die snappen het echt niet. Nou, de groetjes allemaal en tot morgen, tot een nieuwe video. Groetjes allemaal en skabidi, skabadoe, skabadabadoe.